Welkom bij de kerstaflevering van Fortuna Sittard TV. In deze aflevering nemen vier selectiespelers het tegen elkaar op met FIFA en pakt René Maassen wafels voor de kerst in. Welkom bij Fortuna Sittard TV. Ik ben Richard Stolten en we gaan vandaag wat kerstinkopen doen voor kerst. Maar ik heb net getraind, dus eerst even een broodje eten. This evening has been hoping that you drop so in. Nice. I'll hold your hands there just like my mother will start to worry. Beautiful, watch your my father will be pacing the floor. Just listen to that fireplace now roar. Really, I'd better scurry. Sweetheart, watch your hurry. Well, maybe just a half why a drink why don't you more. Put some records on while I pour? The neighbors might think the baby is bad out there. Say, what's in this dream? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your hand, your hair looks sweet. I ought to say no, no, no. Mind if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? Zo, mijn kerstinkopen staan binnen. Ga nu lekker naar huis toe. Ik wil jullie allemaal een fijne kerst wensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. En dan zien we elkaar de eerstkomende thuiswedstrijd tegen Cambuur zien we elkaar weer. En dan gaan we weer voor de volle winst. Groetjes, hoi. Goedenavond, ik praat helaas geen Limburgs, maar ik wil toch namens Willem II en uiteraard mezelf iedereen die... Fortuna en een warm hart toe draagt een fijn kerstfeest wensen en een heel goed uiteinde. Nou, we wensen Fortuna, alle supporters, spelers, een heel prettig feestdagen en een geweldig seizoen 2012 en hopen dat we nog veel punten mogen pakken. Ja. Nou, ik wil iedereen die Fortuna een warm hart toe draagt, prettige feestdagen wensen en een gelukkig nieuwjaar in 2012 met iets meer punten als we dit jaar hebben gehaald. Vier selectiespelers van Fortuna Sittard dagen elkaar uit om te zien wie de beste is in FIFA 12. Welkom Danny. Met welk team ga je vanmiddag spelen? Ik ga met Chelsea spelen. Ik pak Manchester City. Ik ga met AC Milan spelen. Ik ga spelen met Real Madrid. There's a story that I was told and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and Beyonce. Danny, 5-2 verloren. Wat ging er allemaal mis? Nou, wat ging er mis? Het ging heel veel mis. Ik kwam goed op 1-0 voorsprong. Maar ik denk dat aan zijn kant Zeko een hele goede dag had vandaag. Hij scoorde volgens mij 3 of 4 goals. En voor de wedstrijd was ik nog aan het denken of ik met Drogba zou spelen of met Torres. Heb ik voor Torres gekozen en ik dacht dat hij het verschil kon maken, maar hij heeft me teleurgesteld vandaag. Did you deserve to win? Yeah, of course. You can see on the result, I play good. You call it balbezit in Nederlands. So, ik denk dat was een mooie wedstrijd from Manchester City. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Uiteindelijk won Adnan met 3-2 in verlenging, maar ik had eigenlijk het idee dat Kevin toch iets beter was. Klopt dat? Voor mij klopt het helemaal, ja. Je hebt verdiend, of hij heeft niet verdiend gewonnen? Nee, maar ja, je moet gewoon die kans afmaken. En vandaar was Real Madrid niet echt scherp in de afronding, maar ja, ik denk dat ik was zondag wel 2 keer beter, ja. Klopt dat? Was Kevin beter? Ja, in dit moment voor mij is alleen de result belangrijk, so ik kan ze. A concentration on final. Okay, so, dus je speelt met een Italiaans team, moet je ook op zijn Italiaanse winnen? Ja, maar zo spelen de Italiaanse ploeg. Geduld hebben en daarna, ja. Als je die kans krijgt, mag je die af. Niet zoals Kevin. 10 kansen mag niks af. At the same time, miles away.
A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you... Gefeliciteerd, Faton. Je hebt de finale met 3-1 gewonnen van Adnan. Was het verdiend? Yeah, of course. I was before the game. I was thinking, yeah, this game. I had a good feeling that I was going to win it. I heard somebody talk before the game that I wasn't the best, but I said to you and to the camera before the game that I was the best, and I proved it. So. First, you receive a medal, so you have to. Okay. You're number one. Yeah. You see it? And of course, a winner deserves a cup, so you have to lift it up for the fans. Beste supporters van Fortuna Sittard, als oud-speler Tini Ruins, wens ik iedereen prettige kerstdagen toe. Veel plezier. Nou, ik ben Cookie Verhoorn. Ik ben 26 jaar assistent-trainer hier bij Fortuna Sittard geweest. Ik heb Tini ook nog als speler gehad. En ik wens alle medewerkers, spelers, technische staf, medische staf, iedereen die bij Fortuna een goed warm hart toedragen, een heel gezond en sportief 2012. Namens Jaspers Raamakers wensen wij u prettige kerstdagen. En een gelukkig en gezond 2012. Wij wensen iedereen van Fortuna een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Voor de kerst in bakt Mr. Fortuna René Maassen wafels. Kan hij net zo goed bakken als hij ook kan voetballen? Nou, volgens dit kookboek, waarin het basisrecept voor de wafels is opgenomen, gaan we beginnen met 250 gram bloem. Charlie, proef eens. Wel redelijk tot goed gelukt is. Want kijk eens hier. Zeer goed zelfs. Goudbruin lijkt het wel. Nou René, we hebben de wafels gebakken. Ik denk dat wij nog een laatste boodschap hebben voor onze trouwe kijkers en supporters. Ja, uiteraard. We willen natuurlijk alle kijkers, onze supporters, stakeholders, de Fortuna-familie, hele fijne kerstdagen toewensen. En natuurlijk een sprankelend en spetterend 2012, waarin wij met ons eerste elftal mooie successen zullen boeken. Dus... Nou, ik sluit me daarbij aan. Hele fijne kerstdagen iedereen bij Fortuna Sittard. En een zeer succesvol 2012. Nou, gezondheid. Gezondheid, René. Radio Fortuna, we wensen alle medewerkers en spelers en vooral supporters van Fortuna Sittard prettige kerstdagen en uiteraard een zeer goed, sportief en gezond 2012. Mooie kerstfeest en... een gelukkig nieuwjaar. Ik wens alle mensen die betrokken zijn bij Fortuna Sittard een goed en gezond 2012 toe. Uiteraard fijne feestdagen en dat we volgend jaar weer goed mogen genieten van Fortuna. Dat de punten eindelijk ook deze kant op komen. Ja, we staan op het veld met Wouter Schelen en Roel Jansen. Wouter Schelen, de supporters vinden dat jij de beste trap hebt in de selectie. Dat mag je zomaar laten zien. Ja, dan is de druk dadelijk alweer heel hoog. Hè? Dus we zullen ons best doen. Roel Jansen, en prominent in Fortuna TV. Je bent heel grappig voor de camera, maar kun je ook de bal op de lat schieten? Ja, dat zullen we dadelijk zien. Hè? Hoe vaak gaat de bal op de lat? Ik denk 11 keer van de 10, denk ik. 11 keer van de 10? Ja. Oké. Okay. Ja, Danny Hoese staat eerste met 5 goals. Wie van jullie gaat hem dan verslaan? Allebei. Zie, ik zei je met de nummer 1 en 2. Ja, blijkbaar wel. Okay. Succes, mannen. Turn it on, I set the tone. I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Ja, Wouter, 2 van de 10. Ligt het aan de barre weersomstandigheden? Ja, ik weet niet, de wind zat een beetje een voordeel, maar het was niet echt heel goed, nee. Ik had een beetje geluk dat ik de laatste 2 er wel op stamp. Had je geen last van Roel die gewoon de hele tijd zat te lachen tegen jou te schieten? Die druk, daar had je geen last van? Ja, Roel is altijd aan het lachen, dus dat is anders ook geen excuus. Dus het was gewoon niet goed.
En Roel die gaat nu schieten. Wat denk je? Nul, hè? Hij gaat er geen op schieten. Maximum eentje of zo, denk ik. Ja, we zullen het nu zien. Dank je. Ik ben een beetje teleurgesteld in jullie. Ja, we zijn zelf ook teleurgesteld. Ik het toch. Vooral in Roel. Nu is Roel laatste geëindigd samen met Harry Grommans en Johan de Boer. Dus je staat gewoon stijf onderaan. Ja, moet ik daarop zeggen. Dit is helaas waar. Dus ik had er meer van verwacht, maar ach ja. En Danny Hoes is nu kampioen geworden. Hoe zal hij zich nu gaan gedragen in de kleedkamer? Ik heb geen flauw idee. Hij is niet zo iemand die dan, ik ben de kampioen. Ja, dat is hij nu al. Dus hij gedraagt zich nu als zo'n voldaan mannetje. Dus dat zal dan ook wel zo blijven, denk ik. Oké. Okay. Het is niet goed dus, dat hij eerst is geworden. Ja, jongens, bedankt. Wouter Schelen en Roel Jansen konden de koppositie van Danny Hoese niet meer in gevaar brengen. Danny Hoese is de terechte winnaar. Ja, Danny, gefeliciteerd. We doen altijd latje trappen. En dit is ben je met 5 keer te laat kampioen geworden. Je collega's konden je niet verslaan, dus ook jij krijgt een medaille. Dankjewel. Gefeliciteerd. Goed, hè? Ja, en ook uiteraard, daar hoort weer een grandioze, zware beker bij. Dankjewel. Ja. Ja, je hebt in ieder geval een aantal collega's achtergelaten, dus gefeliciteerd. Dankjewel. Dit was de laatste aflevering van Fortuna Sittard TV van dit jaar. Wij wensen u een prettig kerstfeest en zien u in 2012 graag weer terug. We wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Namens ons drieën, fijne feestdagen en fijne kerst. En in het Frans, Kev? Fijne Noël, bonne année. Oui, namens ons tweeën wens ik jullie allemaal fijne feestdagen. En een gelukkig en sportief nieuwjaar. Oké, dan wensen wij namens Vos en Gulpen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Fijne kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar van de mooiste mensen van de club. Ook van Ricky Gene. We wensen jullie prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ja, we wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En op zijn Belgisch gaat het. Goed feestje bij jou, hoor. Sretam am Božić, sretam am Nova Godina. Good deal or good nieuwjaar, Lalupa. We wensen jullie een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar. We wensen alle Fortuna supporters een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Nee, niet? Ja, je hebt alles al gezegd.